Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Muis Kaldis. Zit je trouwens te bladeren in het boek van Ziggy Zagge? Nou, ik ben eigenlijk op zoek naar de antwoorden op de prijsvraag. Ja, daar ben je te laat mee. Ja, dat ben ik inderdaad misschien wat laat mee. Maar ik heb in ieder geval wel één naam kunnen ontdekken die ik nog wel ken. En dat is Ronald Spelbos. Nou, de prijsvraag van de afgelopen keer was wel heel erg moeilijk. 1966, Sien Plooijer. 1984, Henk de Jonge. Tijdens het seizoen vervangen door Dick Buitelaar. 1993, Piet de Visser. Vervangen door Ronald Spelbos. En het seizoen 1999-2000 door Kees Swanwoorden, de promotie. Kan je zeggen, ja, ze zochten vier trainers. Nou, het waren in principe dus zes. En degene die dat echt een goede antwoord had, was trouwens een dame. Annemé Funk uit Breda. En zij wint hiermee twee toegangskaarten voor NAC thuis. En nog twee toegangskaarten voor het NAC Museum. Oké, okay. Ben je wel eens geweest? Ik ben er zelf wel een keer geweest, ja. En het was heel indrukwekkend. Hartstikke leuk. Nou, je ziet het in ieder geval. Gewoon kijken de volgende keer. En de prijs van invullen. Kan je vanzelf ook je kaarten winnen. Dit is Studio NAC. Ik zal even uit laten schuiven. Ik ben best een tapper hoor. Nou, je tap is ook niet zo goed. Nee, maar het is wel eigenlijk een goed biertje in het raffelig staan. Nou, ik moest even wennen hoor, want de laatste keer, ik stond een vak G daar zo, GG. En je kon echt aan het bier proeven dat het gewoon al anderhalve maand stil had gestaan in de leidingen. Dat ik dacht van, nou, dan moest ik even met de neus dicht, moest ik hem naar binnen werken. Ja, het bier heeft ook winterstop dan hè? Ja, het bier staat ook gewoon echt gestopt gewoon. Nee, het was wel een winterstop hoor, hé. Hey. Maar dat is altijd, bij NAC staat altijd garant voor gedoe natuurlijk. Ja. Zeker in de winterstop. Ja. Dat is, ik begon natuurlijk met Dijkhuizen. Ja. Ja, we waren net klaar met onze laatste uitzending en toen. Ja, dat gebeurt altijd hè. Net klaar met de uitzending, net voor de winterstop. En dan gooien ze Dijkhuizen eruit. Maar dat zag het toch wel aankomen, denk ik. Hè? Ja, hoezo dan? Ja, dat was met. Eigenlijk ging ze al een maand te lang door. Ja, we hadden eerst natuurlijk al die drama maand van november. En. Ik vermoed dat daar de aandeelhouders toen al echt aan het zoeken waren naar een alternatief. Ze zagen gewoon, ja, en verschrikkelijke uitslagen, maar ze zagen ook iets in een bepaalde ontwikkeling in dat team, zag je eens een beetje stokken. En ze, nou, op een gegeven moment valt er niet meer aan de praten krijgen. En dus op een gegeven moment voel je ook, onder het publiek, ik weet niet hoe het met jou zat, maar ja. Toch in het publiek, daar was het geloof ook langzaam mee. Ja, en ik had ook zeg maar het idee, als ik dan naar de samenvattingen keek en hij werd na afloop geïnterviewd, had ik ook zoiets van, nou dat had ook best wel wat vrolijker gemogen. Ja, ja dus, en we hebben natuurlijk dus nu de nieuwe trainer Stijn Vreven. Ja, ik denk dat hij dat in ieder geval wel heeft. Ja, ik weet niet wat jij van hem vindt. Ja, nou, ik was er eigenlijk heel blij mee. We waren al twee dagen na zijn ontslag of zo, ja, toen kregen we al links-rechts te horen dat ze met Stijn Vreven aan het praten waren. En de eerste dag, wat ik dacht, van, ja, wat iedereen ook dacht, was dat voor een rare zet. Het is weer typisch NAC om nou weer in de rariteitenhoek te gaan zoeken. Want ja, zo staat hij nog nu in Nederland nog wel bekend. Terwijl hij, ja, we zijn wat research gaan doen en binnen een dag waren we eigenlijk toch al om van nou. In België staat hij als trainer toch wel echt goed te boek. Wordt hij heel serieus genomen. Is echt als een rising star wordt hij daar gekenmerkt. En toen zijn we eens wat interviewtjes gaan zoeken. Ja, daar komt toch wel goede praat vanaf. En dat past toch wel echt goed bij NAC hoor. En ook spelers die onder hem hebben getraind. Ja, dat vol ontzag en ja, hij maakt gewoon spelers beter, hij maakt team beter, hij maakt jonge spelers in het team. Hij kan ook heel goed met jongens omgaan, maar jong team kan hij goed maken. Goed, dus mijn eerste ervaring met NAC in Europa was La Valletta Malta in 1967. Naar aanleiding van de bekerfinale die we gelijk speelden tegen Ajax en helaas in de verlenging verloren. NAC boekt het eerste jaar na de promotie onmiddellijk succes. Op 7 juni 1967 speelt de Bredase ploeg de finale om de KNVB-beker. De Bredase ploeg verliest met 2-1 van Ajax.
Maar omdat de Amsterdammers landskampioen worden, gaat NAC Europa in. Malta wonnen we uit. Verhard veld, slechte omstandigheden, maar wonnen we dat toch. Thuiswedstrijd wonnen we ook. Die was overigens in Eindhoven, omdat wij toen nog geen licht hadden. Vervolgens kwam Cardiff uit de beker, de Engelse ploeg. En kansloos verloren we. Thuis speelden we gelijk. En uit verloren we met 3-4-1. Maar dat is kansloos. De tweede keer naar aanleiding van de bekerfinale 1973, iedereen wel bekend, tegen NEC. En de eerste tegenstander die eruit kwam was Magdeburg. Sterke tegenstander. Thuis speelden we gelijk, uit verloren we. Ook weer kansloos, grijze toestand. Ik denk altijd nog dat hier en daar de mannen geen bier, maar iets anders genomen hadden. Maar goed, het is al zo lang geleden, dat is allemaal verjaard. Ook daar verloren we. Dus dat waren mijn ervaringen wat betreft de Europa Cup. 30 jaar moest NAC maar liefst wachten voordat ze eindelijk weer eens Europees mochten spelen. Een hele lange tijd natuurlijk. De supporters die hungerden er echt na. In 2003 was het dan eindelijk zover. NAC kwam hoog op de ranglijst in de Eredivisie en bereikte daarmee Europees voetbal. NAC loodde in het UEFA Cup toernooi een club waar iedereen op had gehoopt. Het Engelse Newcastle United. Sportief was het een drama. Twee keer verloren. Uit eigenlijk, of thuis eigenlijk nipt. 1-3. En uit 5-0 maar liefst. Echt kansloos. Uiteindelijk gingen meer dan 4000 NAC-fans op 24 september per boot, vliegtuig, auto of zelfs met de fiets naar Engeland. Heel bijzonder is natuurlijk de manier van reizen daarnaartoe. Met het vliegtuig, met de boot, met de auto, zelfs met de fiets zijn ze er naartoe geweest. En een heel leuke anekdote ervan is van, dat we in eerste instantie dat de kapitein van de boot geen NAC-supporters wilde vervoeren. En we hebben hem gebeld en op een gegeven moment bleek dus, zei hij van ja, ik vervoer geen voetbalsupporters meer, want ik heb vorig jaar met een andere club die ook tegen Newcastle heeft moeten voetballen, had hij problemen gehad, hadden ze de boot in de fik gestoken. Ja, dom natuurlijk, je zit er zelf op, maar goed, dat is wel gebeurd. Had ik nog veel vieren en vijven, mochten we als toch nog met die boot mee. In 2009 deed NAC het nog eens dunnetjes over, via Ganzazar Kapan. Je breekt er bijna je nek over, of je tong over. Gingen we naar Polonia, Warschau en uiteindelijk naar Villarreal in het lekkere warme Spanje. Ja, het bier dat vloeide natuurlijk weer rijkelijk. Hè? En ook daar moest het bier weer uit alle hoeken gehaald worden, want ja, zoals wij al bekend staan, vanaf 73 ook al in de kaart, komen we overal bier tekort. Dat kunnen we wel zien aan mij natuurlijk. Hè. Maar goed, we hebben dan natuurlijk, gezegd als jong, we hebben dan met 6-1 verloren. En dat was eigenlijk wel bizar, want wij liepen tot te zingen door die straten heen en na afloop van die wedstrijd. En ik kan me eigenlijk nog heel goed herinneren, dat stadion, de stoeltjes, de onderkant van de tribunes, dat liep eigenlijk maar rakelings langs de balkonnetjes van die mensen. Dat was echt midden in een volkswijk. En het mooie van het verhaal is, wij zingen en ik kon die Spanjaarden niet verstaan, maar ik kon wel denken van wat die mensen in gedachten eigenlijk over ons zouden denken. Hè. Wat een mafkeesje, verliezen ze met 6-1 en lopen ze op die straten te zingen. Nou, geweldig natuurlijk. Hè. De komende wedstrijden gaan we ook weer wat leuke tegenstanders krijgen. We hebben gehad. Ternauwernood 1-1 gespeeld. Maar vlak FC Den Bosch ook nog niet uit. Hè. En Dordrecht, RKC. Het zijn toch allemaal ploegen waar je van zou moeten kunnen winnen? Ja, daarna Jong PSV natuurlijk. Jong PSV. Dat wordt ook een verraderlijke wedstrijd. Ja. Thuis 1-1. Ja, en die zijn de laatste wedstrijden toch wel flink uitgezakt. Hè. Ze hebben de eerste periode hebben ze officieel gewonnen. En nu staan ze eens 9e of zo, of 10e zelfs. Flink afgezakt. Ja, dat is. Dat was voorspelbaar. Die belofte elftal hebben de tweede helft van het seizoen altijd dat ze minder zijn. Dan kunnen ze op geen beter moment treffen, denk ik. Dus, ja, absoluut. Meemaken. En datgene waar we het nooit over mogen hebben met NAC, en dat is die periodetitel. Dat is toch met carnaval, hè? Is de laatste wedstrijd van de periode thuis tegen Volendam, geloof ik. Dat wordt ook wel. Dat kan misschien wel dubbel feest worden. Ja, of precies het tegenovergestelde als het voor de zoveelste keer misgaat natuurlijk. Ja, we moeten gewoon claimen, dus we moeten weten intussen hoe we werken. Ben ik op het moment dat het ergens om gaat, of dat we hopen van het zou eens kunnen gaan gebeuren. We moeten gewoon nu gewoon zeggen, we gaan geen periode kampioen worden.
Hè, dat is een beetje de wet van Wanny, zo noemen wij die. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Als we gewoon beweren dat het niet kan worden. Ja, dan kan die prijzenkast weer eens een keertje open. Ja, kunnen ze in het NAC-museum ook weer een stukje erbij zetten, toch? Ja, volgens mij zijn ze die sleutel al weer kwijt in het geleden, dus dat is me hebben gebruikt. Oh. Ja. Nou, dubbel feest misschien dan, hè, maar met carnaval. Volendam is lang geleden, dat we tijdens carnaval een thuiswedstrijd hebben gespeeld. De laatste keer was, weet je dat nog? Ja, dat was volgens mij tegen Sparta of zo, een keer op een vrijdagavond was dat ook. Toen wonnen we met 5-0. Maar ja, dat is echt misschien wel 10, 15 jaar geleden of zo. Dat is echt lang geleden. Nee, dat weet ik nog wel. Ik weet dat ik nog, toen was ik verkleed als, toen ging ik verkleed. Was iedereen verkleed hier. Toen ging ik verkleed als de voorzitter van NAC. Willem van mooie gipsbroek aan en een blazertje zo eroverheen geknipt. Haargrijs gespoten, brilletje en kalsleder en schoentjes aan. Ik heb er heel wat handjes mogen schudden. Ja, het was natuurlijk, je zei dat het 15 jaar geleden was, hè? Kijk, toen, ja, ik ben natuurlijk 21, ik was er toen nog niet bij. Hoe was de sfeer op dat moment tijdens carnaval bij NAC? Ja, ook wel uitgelaten. Maar toen stonden we er ook sportief iets beter voor. Hè? Vorig jaar hebben we ook met carnaval erop uitgemoeten. En ja, toen was niet echt iedereen in de ambiance om nou eens gezellig carnavalesk kan doen. En toen was het tegen? Ja, dat weet ik niet eens meer. Nee, dat was ook een uitgeschraam. Maar net pal daarvoor ook was iedereen in de gezellig. Ja. Gaan we nou niet of wel of niet verkleed? Het was geen thuiswedstrijd destijds. Maar... Nee, maar toen stonden we er iets sportiever, iets beter voor. En ja, het sfeer in het stadion was gewoon fantastisch. Misschien hebben we met carnaval. Ik kijk echt naar uit, hoor. Naar die wedstrijd. Ja, beste kijkers, de quizvraag voor deze keer is de volgende. John, dus straks met het item Newcastle-NAC heb je van de wedstrijd tegen in Breda heb je een uitslag gezegd. Die uitslag was volgens mij niet correct. Beste kijkers, wat had John wel moeten zeggen? Dat klopt. U kunt het goede antwoord insturen naar het onderstaande adres. En dat moet u doen voor 23 februari. En dan maakt u kans op 2 toegangskaarten voor een wedstrijd van NAC. En 2 toegangskaarten voor ons prachtige NAC-museum. Ja, wat mij betreft zeer gezellig. Gerard, dame, blij met de nieuwe trainer? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, hij heeft een andere aanpak dan de vorige trainer. Dus misschien dat de groep dit nodig heeft. Even iets anders, even nou privé. Waar ben je ooit gestart met voetballen? Bij SAP. SAP in Breda. En toen ook als dezelfde positie als wat je nu speelt bij NAC? Nou, ik heb daar alleen in de F's en de E'tjes gespeeld. Dus dat was niet echt positie. Dat was meer rennen. Wie heeft jou daar weggehaald eigenlijk of ontdekt? Poeh, dat is een goede vraag. Dat moet je bij mijn vader zijn. Zelf zou ik het niet weten eigenlijk. Dus in die zin ben je echt het kind van NAC, om het zo maar even te noemen dan? Ja, in die zin wel, ja. Ik speel hier al mijn hele leven, dus dat is wel mooi dat ik er nu ook bij het eerste zit. En het middenveld is nog steeds jouw ideale positie? Ja, in mijn ogen wel. Buiten het voetbal om? Nog een beetje hobby's of andere sporten? Nee, valt eigenlijk wel mee. Ik ben vaak thuis wat gamen af en toe, maar niks bijzonders. Nou is het ook wel zo, als je zo'n vraag van, ja, blijf even op mijn NAC of zeg je nou op een gegeven moment, nou, mijn ambitie ligt toch nog weer hoger of in het buitenland? Ja, dat is inderdaad moeilijk te zeggen. Ik zit nu bij NAC en ik wil hier mijn best doen en zorgen dat ik beter word. En dan vanuit daaruit kunnen we altijd kijken waar het plafond ligt. En misschien is NAC het plafond, dat weten we ook niet natuurlijk. Het zal de tijd ons leren. Nou, dat vind ik wel een hele sportieve opmerking van je, van het plafond zijn. Net wat je zegt, je moet ook een beetje mazzel hebben natuurlijk ook. Hè. Een bal erin gaat net over of tegen de lat. Ja, precies daarom. Het zal de tijd ons allemaal leren. Ik denk dat het moeilijk is om nu al te zeggen waar je gaat eindigen. Ga je vader achterna als voetbalmakelaar? Wie weet, misschien wel. Toch wel? Nou ja, misschien wel. Ik weet niet, het ligt eraan. Ambitie om, als je ooit gestopt met voetbal, om trainer te worden? Op dit moment nog niet. Maar misschien dat ik dat aan het eind van mijn carrière anders over denk. Zie ik jou volgend jaar met NAC Eredivisie? Nee, ik zeg het verkeerd, volgend seizoen. Ja. Helemaal top. Daar gaan we voor. Hey, ja, dank je wel.
Is het nou Adrie Pelkmans of de Pelk? Bijna allebei. Maar als ze Adrie roepen, dan 9 van de 10 keren dat ik niet reageer. Maar als ze Pelk tegen me zeggen of roepen, dan reageer ik meteen. Deze uitzending, de Pelk. Wie heeft je trouwens ontdekt om het betaald voetbal in te gaan? Nou, dat is de oud-keeper van NAC. Dat is Jan Kools. En die kwam op een gegeven moment vragen of dat ik interesse had om naar NAC te komen. Toen ook als linksback? Nee, want ik speelde vroeger bij RAC in Rijen. En daar heb ik altijd in de voorhoede gespeeld. Je hebt trouwens wel aardig wat voetballers meegemaakt. Koemelijn. Koemelijn? Ja. Lastige tegenstander? Nou, voor mij niet. Want ik zal vertellen. Ik was gestart bij NAC als linkshalf. Want Wietje van den Braak, die was ziek. En toen mocht ik meedoen. Maar toen moesten we tegen Koemelijn. En toen zei Rad Verleg. Pelk, kom eens, ik moet jou iets vertellen. Jij staat zondag tegen Koemelijn. Als rechtsback. Hij zei, maar wij hebben een speler bij ons in de ploeg. En die heeft dezelfde schijnbeweging als Koemelijn. En dat is Frans Bouwmeester. En nu ga jij met Frans Bouwmeester oefenen op het trainingsveld. Om die schijnbeweging door te krijgen. Toen hebben we zeker een half uur tot 3 kwartier Frans Bouwmeester en ik met dezelfde schijnbeweging bezig geweest. Dan ga ik even terug naar 1954. West-Duitsland, Hongarije. 3-2. En dat was de grand vedette was destijds Helmut Rahn. En die uitgerekende Helmut Rahn rechtsbuiten, die gaat spelen bij Sportclub Enschede. Klopt. Heb je hem nou uit de wedstrijd gespeeld? Heb je hem nou uit de wedstrijd geschopt? Of kon hij helemaal niks van die wedstrijd tegen jou? Ik zal precies vertellen hoe dat gegaan is. Ja, ik ben heel benieuwd. wij speelden tegen Sportclub Enschede. Daan Schrijvers die stond bij ons achterin en die had een behoorlijke tik gehad van Helmut. Dus zei Daan op een gegeven moment, Pelk, let eens op bij hem. Dus Helmut Rahn die komt in de buurt en die wil schoppen. En ik zet mijn hak in de grond. Ja, en toen knakte zijn been. Diegene die ook 2-3 keer tegenkwam, die ook altijd respect voor jou heeft gehad, bij Blauw-Wit begonnen, Barry Hoeks. Barry. Goeie momenten geloof ik. Hele mooie momenten. Ik heb nog een foto waar ik met Barry Hoeks. Toen verloren wij de wedstrijd. En ik dacht dat wij in dat jaar, nou, maar dat weet ik niet zeker, ook gedegradeerd zijn. Maar dat weet ik niet zeker. En dat was in het Olympisch Stadion. Toen verloren wij de wedstrijd. Ja, want je hebt natuurlijk heel veel voetballers, goede voetballers tegen gehad. Met name ook natuurlijk Cruijffie. In 1967. Spelen jullie de bekerfinale, na verlenging verliezen jullie die in de meer tegen Ajax. Ja. Klaas Nuniga en Cruijff. En Cruijff. Daarna spelen jullie toch wel 2 Europa Cup wedstrijden. Die heb je allemaal meegemaakt. Die heb ik allemaal meegemaakt, ja. En dat was tegen Cardiff City en een ploeg uit Malta. Floriane Malta? Floriane Malta, ja. Was niet zo best gras gelopen daar, hè? Nee. En het was zo warm. Het huidige NAC, dan kom ik daar maar even op terug. Wie zou de linksback nu zijn van NAC? Zeg je nou, goede voetballers? Zeg je nou, moet er wel een beetje aangepast worden? Vind ik van wel. Ik weet het niet zeker en ik twijfel ook al, maar ik denk op dit moment met Nokoto erbij, die vroeger in Eindhoven speelde, en Amerikaan? O'Neill, dat ze daar een goed duo mee hebben, eindelijk, denk ik. Maar ja. Het voetbal is heel anders dan in onze tijd, hoor. Dat is niet te vergelijken, hoor. Baltempo veel hoger, de handelingssnelheid veel hoger. En wij durven vroeger eigenlijk nog niemand aan zijn shirtje te trekken. Maar ja. Nu zie je niet anders, hè. Maar wat zeg je op een gegeven moment, wat moet er dan veranderen met het huidige NAC? Even terugkomend op het huidige NAC. Wat irriteert jou nou bijvoorbeeld het meeste? Wat mij het meeste irriteert, en daar kom ik heel eerlijk vooruit, ik vind het heel jammer dat ze de mensen met veel voetbalverstand weggestuurd hebben. Onder andere Frans Bouwmeester, Addy Brouwers, Jeffrey van As. Ze zijn allemaal mensen met heel veel voetbalverstand. Jeffrey had
overal veel ingangen, kon overal terecht. Frans Bouwmeester kon ook bij Ajax terecht, was een vriend van Overmars. En zulke mensen sturen ze zomaar weg. En dat heeft me erg verbaasd. Ja, dat hebben we in ieder geval, dat hebben we in ieder geval voor elkaar, Adrie. Tazos, Efgaristo. Parakalo, Kalliorix. Iets makkelijk. Nou, dat zullen, oh, dankjewel. Dat zullen we zeker doen. Ik zal eerst even toosten op je gezondheid. Dankjewel. Dat toch nog vele jaren sowieso. Ik begon niet voor niks eventjes over dat schoenen gebeurde met Borjomij Weri. Als de spelers nou nog een probleem hebben bij de huidige nachtspelers, kunnen ze nog bij jou terecht om de schoenen te laten maken? Dat kunnen ze nog, maar op de dag van vandaag is het allemaal het hele lichtere materiaal. Ze krijgen de schoenen allemaal, zoveel als ze willen eigenlijk. Dus het is bijna afgelopen. Het gebeurt nog wel eens, maar nee, dat is voorbije glorie. Nou, afsluitende vraag. Ik kijk even in de camera, want ze zeggen altijd van je houdt geen vrienden over aan de voetballerij. Je hebt wel een goede vriend erover gehouden, bij NAC. Ik heb verschillende vrienden, maar eentje steekt er bovenuit. En dat is Jacques Visser. Ga je goed, jongen. Ik weet wat je bedoelt. Met herinnering aan Cardiff City en Floriana Malta. Jacques Vissers, Adrie Pellekwals. Nou, we hebben gekeken toch naar een emotionele uitzending van Studio NAC. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben. Ik zou zeggen, op naar de volgende week. Volgende keer, dezelfde tijd, dezelfde zender. De Pellek, het gaat je goed, jongen. Dankjewel, proost. Proost. Dit was Studio NAC met NAC in Europa, althans de verkorte versie daarvan. En de andere versie had? Ja, wil je de lange versie zien en wil je de leuke anekdotes horen wat betreft de Europese wedstrijden? Dat kan. Kom gerust een keer langs. Kijk voor onze openingstijden op www.nakmuseum.nl. Dat klopt toch, John? Ja, dat klopt helemaal. En laten we hopen dat we zeer binnenkort een stukje moeten verbouwen in ons NAC-museum. Dat NAC weer Europees speelt. En dat lijkt mij fantastisch. Offer ik graag weer wat borden voorop. Nou, zullen we dan eerst zorgen dat we weer terugkomen in de Eredivisie? Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Muis Kaldis. Breda Nu. Je weet het meteen.